jou, Jill. Criminelen met levenslang komen vaker vrij. Ja, en het is een beetje een understatement om te zeggen. Maar je krijgt natuurlijk niet voor niets levenslang. Het gaat om moordenaars, om zware criminelen die dat soort straffen opgelegd krijgen. En toch gaan we vaker zien dat levenslang gestraften op vrije voeten komen. In het AD deze ochtend een interview met de minister voor Rechtsbescherming, Frank Weerwind. Hij zegt, het is een harde boodschap, maar wen er maar aan. Er zijn nu eenmaal meer levenslang gestraften. Op dit moment zijn het er 62 in ons land. En de regels zeggen nu eenmaal dat er na 25 jaar een verzoek tot vrijlating mag worden ingediend. Soms kun je niet anders dan humaan zijn. Nou, de minister die beslist nu nog zelf over vrijlatingsverzoeken. Dat wordt gezien als een soort noodrem. Hè. De minister kan dan nog een keer nee zeggen als hij het geen goede zaak vindt dat iemand vrijkomt. Maar die minister wilde dat als er genoeg draagvlak is, dat bij de rechter neer gaan leggen om ervoor te zorgen dat dit soort besluiten minder politiek gekleurd worden. Ulis Elian van de VVD, Tweede Kamerlid, is kritisch. Deze minister lijkt echt compleet de weg kwijt. Dus de minister zegt eigenlijk dat we er maar aan moeten wennen dat levenslang gestraften sowieso vrij gaan komen. Ik vind het echt, sorry dat ik het zeg, ongekend. Nou, wat ons betreft moet levenslang zijn. Maar in ieder geval moet je ervoor zorgen dat deze personen zo lang mogelijk blijven zitten en een stem geven aan de nabestaanden en de slachtoffers. Want die mensen hebben echt levenslang. Ze krijgen hun geliefde nooit mee terug. Annemiek, begrijp je wat hij zegt? Ja, ik begrijp wat hij zegt. Maar volgens mij het verschil, dat als ik het goed luister, is het verschil nu dat nu de minister erover gaat en straks gaat er een rechter naar kijken. Ja, dat is wat Weerwind voorstelt. Dat de rechter dat uiteindelijk oordeel geeft. Ja, ja dus misschien is het dan maar de vraag of ze eerder vrijkomen. Ik neem aan dat de rechters die zijn opgeleid om een goed overwegen beslissing te nemen. Dus misschien is dat beter dan een politiek gekleurde beslissing door een minister. En los daarvan, als ze zegt van nou, wend er maar aan, hè, ze komen vaker dan vrij na 25 jaar. Kan je je voorstellen dat dat dan voor die nabestaanden natuurlijk ongelooflijk moeilijk is? Dat vind ik nu al een hele harde uitspraak voor de nabestaanden. Dat is wel hard om dat zo te zeggen.